Heb je nog de peilingen gezien? De peiling heb ik ook wel gezien, ja. Ja, wat zal ik even zeggen? Wat zegt dat bij Provinciale Staten? Opkomst zal waarschijnlijk op zijn beste helft zijn van... Wat ruim 25% of meer onder normale opkomst bij parlementsverkiezingen ligt. Dus dat vertekent natuurlijk ook de krachtsverhoudingen. Ik heb geen idee. Lig ik er echt wakker van? Ook weer niet. Ik begreep dat de VVD het niet slecht doet. De grootste, zag de ik. Grootste is, ja, kennelijk is dat ongeneeslijk langzamerhand geworden. Of uit gewoonte kiezen stemmen mensen dan toch op de VVD. Wij hadden ook weer een paar brieven, want je hebt er een hele massa opgestuurd van trouwe VVD-stemmers die toch tot de conclusie waren gekomen dat alles slechter was dan de VVD in ieder geval. Overigens, dank voor al die enorme hoeveelheden post. Ik zal zo proberen om een soort gestructureerd antwoord te geven op diverse zaken, omdat er nogal wat grotere thema's werden besproken. Dus ja, we moeten even de verkiezingen afwachten. Ik weet niet hoe betrouwbaar die peilingen eigenlijk zijn. Was waar dit combi-peilingen, waar ze allemaal samen waren genomen? Of was het alleen dat Ipsos? Dat was me niet helemaal duidelijk. GroenLinks en de PvdA deden het ook niet slecht. Nee, die deden het ook heel behoorlijk. En de BBB-beweging, die scoorde, dacht ik, ook heel behoorlijk. Maar ja, het gaat, een van de hoofdissues is migratie. Ik zou zeggen, dat heeft nou werkelijk geen bal te maken met de problemen waar de provincies voor staan. Dat is nou over stikstof alleen, aangezien de overheid weer zo onverstandig geweest om dit ook weer te decentraliseren naar de provincies toe, waardoor je weet dat het allemaal nog trager en moeizamer enzovoort gaat verlopen. Maar ja, bij migratie, daar hebben de provincies nou echt geen bal over te zeggen. Ook niet als het gaat over de opvang, maar dan gaat het over gemeentes natuurlijk, hè? Die hebben daar dan weer wat over te zeggen. Ja, want er is een hele wet voor in voorbereiding die tot nu toe vooral ontevredenheid heeft veroorzaakt. Ja. Wat zijn thema's die wel bij de provinciale verkiezingen belangrijk zijn? Infrastructuur. Ja. Heet het ordening? Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke ordening, dat zijn de zaken waar de provincie over gaat. Dus dat, hoe berichten we het landschap binnen? Ja, ook bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening is in Nederland sterk gedecentraliseerd geraakt. Wat mij betreft wordt dat weer volledig teruggedraaid en naar de centrale overheid teruggebracht. Want ja, hoeveel moet je decentraliseren in een landje als Nederland? Ik heb het al eens eerder vergeleken, misschien een tikje kinderachtig, met een flinke Chinese gemeente. Ik dacht dat Wuhan ook ongeveer 17 miljoen inwoners had. Of iets in die buurt in ieder geval. Ja, als je daar ook nog alles gaat decentraliseren, omdat we er nu meerdere malen verrast zijn, doordat als we iets willen uitvoeren, als we nieuw beleid willen uitvoeren, dan blijkt het zo geweldig gedecentraliseerd te zijn dat ze eerst maandenlang onder elkaar moeten gaan zitten lullen hoe ze het zullen doen. Denk aan die GGD's, want dat was oorspronkelijk intentie toch, om de vaccinatie door die meteen... Nee, want als eerst dachten ze nog aan de huisartsen, dat ging niet door. En toen de GGD's, maar dat bleek ook zo sterk gedecentraliseerd te zijn, dat er weer eindeloos gekletst moest worden. Mushawara heette dat, hè? Waar staat dat voor? Een Maleis woord voor zo lang lullen, dat tenslotte iedereen bewusteloos op tafel ligt en dat er dan een besluit kan worden genomen. Maar dat gebeurt hier, ja, dat idee heb ik niet dat hier in Nederland gebeurt. Er wordt wel veel gepraat, maar... Ja, waar zag ik nou? Wie liet me nou toch zien, die voorzitter van de Raad van State? Ik bedoel, vicevoorzitter, nee. Of was het net was de Rekenkamer? De Rekenkamer, dat liet ik jou zien. Ja, dat was dat. Ja, die man die duidelijk met gebogen schouders. Heb ik dat hier nog liggen? Een trap afschokte. Ja, hier. En liet de boodschap achter dat Nederland te ingewikkeld is gemaakt. Ja, we hebben het veel te ingewikkeld gemaakt. Ik denk dat een goede observatie is. Jammer genoeg hoor je die observaties altijd pas als ze naar huis gaan, naar vertrekken. En in een prettig villaatje in Radio Kootwijk gaan wonen, of weet ik veel waar. Goed, dan komen we weer terug op het bestuur van Nederland. Wat in allerlei opzichten... Een kerstboom is. Veel te veel rafelranden heeft ontwikkeld. En ik ben niet zo erg voor al dat gedecentraliseren. Nee. Dat is wel duidelijk. Laat aan gemeentes en provincie wat des gemeenten en provincies is. Maar zorg wel dat je alert kunt reageren als er iets moet veranderen. Hij zegt ook hier, ik heb even het artikeltje opengeslagen. Hij is ook boos, want hij zegt... We moeten maar even vermelden wie dat is.
Arno Visser is dat. Precies, die werkte bij de Rekenkamer, ja, toch? 56 jaar. 10 jaar heeft hij er gezeten en zegt... 10 jaar hebben we volop kritiek gehad op het openbaar bestuur. Niets mee gedaan. Ik ben er boos van. Goed zo, Visser. Jammer genoeg. Ja, vertrekt hij nu. Maar hebben we dit niet al 1000 keer gezegd? Nou, dat zal wel niet. Maar goed, al meerdere malen gezegd. Zowel de Rekenkamer als de Raad van State... hebben in de loop der tijden allerlei verstandige adviezen gegeven aan onze regering. Luister naar Arno Visser, volgens mij is dat zelf een VVD, als ik me niet helemaal erg verschrikkelijk vergis. En anderszins van een bestuursvriendelijke partij. Er wordt niets mee gedaan. 0,0 hebben we dus nette colleges die hele verstandige adviezen geven. En de regering trekt zich er niets van aan. We hebben zeer onlangs nog dat drama gezien met die gezinshereniging. He? Wat is dat nou voor een rare regering? Die de boel... iedereen zei, de ambtenaren zeiden het, de krantenredacties. Iedereen zei, nee, dit kan niet, want dit is een strijd met. He? En ze doen het toch. En moeten dan natuurlijk 3 maanden later, of wat was het, 4 maanden later, moeten ze door de pomp. Ja. Wat is er nou voor stomzinnig beleid? Wat zegt het eigenlijk over de kiezer dat ze dan toch ondanks dit allemaal weer op de VVD stemmen? Ja, je begrijpt wat ik daarvan vind. Dan moet die arme meneer nu weer de boel uitzetten. Omdat we dan moeten constateren dat kennelijk de gewoontevorming op een zodanig hoog niveau ligt. Dat mensen niet kritisch reageren op de belangrijke, niet alles bepalende, maar op de belangrijke rol die de grootste politieke partij van de afgelopen 12 jaar onvermijdelijkerwijs in dit ongelukkige circus heeft gespeeld. Ja, bij deze dus nog eens een keer de oproep. Kijk dan nog eens kritisch. Ja, kijk, mijn lieve regering, hè, kijk ook eens naar de adviezen die u krijgt, die in de loop der jaren in het algemeen bijzonder verstandig waren en waar u zich niets van aan heeft getrokken. Hij heeft ook een oplossing, die Visser. Dat is misschien een beetje ingewikkeld. Hij zegt, we hebben een paradigmawisseling nodig. Ah, dat klinkt altijd goed, een paradigmawisseling. Wat voor gedachten heb jij daarbij als je dat hoort? Nou, die hebben we ongetwijfeld nodig. Misschien is het woord paradigma in dit verband een beetje pretentieus. Ja, we moeten constateren dat in de afgelopen decennia... het is moeilijk precies te zeggen wanneer deze rampzaligheden begonnen zijn... dat we eigenlijk... een op zichzelf, voor zover ik het weet, ook comparatief gezien redelijk draaiend overheidsapparaat, gedeeltelijk de prut ingedraaid hebben. Denk aan die arme belastingen. Stond in een krant een groot stuk dat die computerzender zo totaal verouderd dat ze eigenlijk geen kant op kunnen. Dat ze helemaal geen nieuw beleid kunnen maken omdat de computers het niet aankunnen. Dan koop je toch nieuwe computers? Nou, hoop ik altijd dat die mijn aanslag, dat die ook, dat je zo'n brief krijgt van sorry meneer Van Rossum. Ik hoef dit jaar geen belasting te betalen, want de computer kan het niet berekenen. Maar nee. Dat kan hij nog wel. Dat is precies hetzelfde bedrag als de meneer van die mijn belastingopgave had opgesteld, had uitgerekend. Nee, ja, je wordt daar wel vrij droevig van. Ja, goed, we hebben dat is dan het mooie van de minister-president. Daar wees ook die man die nu toch de boel heeft uitgezet, dus je kan best 7 over Rutte hebben. Dat het zo'n vrolijke, prettig type was. Ja, wat hebben we aan al die vrolijkheid? Wanneer die kennelijk zo vrolijk is, terwijl het helemaal niet goed gaat. Hoe zit dat eigenlijk? Je zou zeggen, trek het eens wat aan. Kijk eens wat somber naar Rutte. Want er is al een reden om een beetje somber naar deze toestand te kijken. Ook dit zittende kabinet, daar zeg je toch ook niet van... Jongen, wat een daadkracht en... Wat werkt dat goed allemaal? Nou hebben ze ook grote problemen, dat geef ik toe, die ze niet zelf veroorzaakt hebben. Dat is natuurlijk die energietransitie.